Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. Ja, we gaan vandaag aan het kniestuk meten. Hoe vlak dat het is, en haaks en alles. Ik ga nog dingetjes maken misschien. Ik weet het niet. Jullie gaan kijken en ik ga op je. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, ik ben aan het hobbyen. Ik ben aan het meten. Ja, mijn stem is nog niet helemaal wat het moet zijn. Ik hoes ook nog een weekje. Maar ja, het gaat alweer beter. Ja, vorige week geen video. Omdat ik gewoon, ik was nog gewoon te ziek. Dus, maar vandaag gaan we verder aan het kniestuk. Dus nou, jullie zien hier de straight edge die ik gemaakt heb. De parallelle, eigenlijk gewoon een parallel heb ik gemaakt. Straight edge. Ik ben wat aan het meten en ik leg jullie uit een beetje wat ik aan het doen ben. En ik ga deze setting veranderen. En dan ga ik een andere setting maken. Dus ik wil ook de zwaluwstaart gaan meten. En volgens mij kan ik dat allemaal doen met die straight edge die ik gemaakt heb. Dus nou, ik laat jullie even zien hoe de meetopstelling is. En dan gaan we er eens even wat aan meten. Nou, ik doe het even uit de hand. Kijk, ik heb een klokje. Dat kan van onderuit, kan je van bovenaf kijken. En ik heb hier wat gewichten opgezet hier. Op het meetstatief. Omdat ik merk dat het heel erg, hoe moet ik dat zeggen? Dit ding is vlak. Maar dit is niet 100% vlak. Dus dit kan een beetje wiebelen. Dus ik heb dat al met heel veel klemmen heb ik er even vastgezet. Zo goed als het kon. En met wat gewicht. En dan gaan we er nu aan meten. En dan heb ik een redelijk goede meting al gedaan. Jullie zien dat het hier, dat ik met 0 begonnen ben. Dan gaat het hier naar min een honderdste. Min een honderdste. Min een honderdste. 0. 0. En dan plus. Ja, anderhalf honderdste. Dus een honderdste plus 5000ste, schat ik ongeveer in met dit klokje. Stond hij ertussen. Maar ik laat jullie even zien hoe ik daar mee meet. Ja, ik kan jullie niet het klokje laten zien, maar jullie moeten maar gewoon geloven. Wat ik doe, ik pak dat vast en schuif ik daar zo mee over die straight edge. Nou, ik heb hier allemaal maandjes op gemaakt. Jullie zien dat, dat betekent dat rondje van het metertje heeft erin gezeten. Dus, nou, nu staat hij bij mij op, even kijken. Hij staat niet helemaal nul. Ja, nou staat hij nul. Wie wil ik daar een beetje mee? Ja, staat hij nul. En dan ga ik hier naartoe. En meet ik mijn 100ste. Min 100ste. Nog steeds min 100ste. Hier meet ik wel 0. Meet ik ook 0. En hier meet ik 200ste. 150ste. Dus zo ga ik er dan overheen met de meetklok. Dus wat weet ik nou eigenlijk alleen maar? Nou, aan die kant zit ook die zwaluwstaart. En de hoogste, die zwaluwstaart is dus een beetje uitgesleten. Die staat dus op de hoogste punten. Maar als ik nou gewoon ga meten van dit vlak uit, van die zwaluwstaart uit naar dit zwaluwstaartvlak, dan gaat het allebei omlaag en omhoog en dan blijven ze mooi nul. Tenminste, dat denk ik. Ga ik daar nog even meten. Dan is het gewoon nul. Maar omdat dit ding recht is en dit ding niet, kan ik van een recht vlak uitmeten naar een niet recht vlak. En nou ben ik erachter gekomen dat hij een honderdste rond is. Nou, daar ga ik dus niks aan doen, dat snap jullie natuurlijk. Dus, nou, we weten dus dat het een honderdste rond is. Nu kunnen we van dit vlak uit naar dat vlak in principe meten. Maar, als dit vlak dit doet, dan weet ik ook niet zeker of de andere kant recht is. Dus ik ga dat nou omdraaien en ik ga van deze kant uit die kant meten. En kijken of die ook zo uitgesleten is.
Nou, we pakken dit er vanaf. Zet ik even op een meettafel neer. Kijk, dat is een meetklokje. Als je daarop duwt. Kijk hoeveel jullie dat kunnen zien. Dan gaat het wijzertje op en neer. Hier. Dus die hang ik even, die zet ik even op een meettafel neer. Nou, alle klemmetjes eraf. Zo. Dan leggen we die hier neer. We weten nou dat het hier, zeg maar, nul is en daar ook nul is. En dat het dan hieronder rondloopt. Hier kun je dus onderdoor zo hier kunnen kijken, een honderdste. Nou ja, dat zie je ook als je hier aan draait, dat hij daar scharniert. Dan is hij hier aan draait. Scharniert hij daar. Nou, we laten hem staan. Ik heb het gevoel dat deze beter vlak is dan aan die kant. Oké. We gaan naar die kant meten. Nou, wat we doen, draai ik die tafel even. Dan kan ik wat beter meten voor jullie. Zo, laat hem zo staan. Dan gaan we hier van dit vlak naar dit vlak meten. Nou, we kunnen hem hier 0 zetten eerst. Dan tik ik dan een beetje op. Dan ga ik eens met die balk kwiebelen. Nee, dat is beter. Dan hoef ik geen klem op te zetten. Nou. Nou. -0,01. Volgens mij precies hetzelfde patroon. -0,02. 200ste lager. -0,05. 500ste lager. En dan -0,02. Dan gaan we weer terug. Gaan we kijken of dat eerst ook wel 0 is. Anders kloppen al die metingen niet. En het eerste punt is wel 0. Dus hij is niet verschoven met al die metingen. Dus er zit wel wat meer verschil in hier. 200ste. Ja, 400ste is dat. Ja. Nou ja. Ik weet niet of ik daar wat meer moet doen, want dat is zo weinig. Ja. Eens kijken of dat ook zo vlak is. Ik doe even in het midden waar het meeste gebruikt is. Wacht, ik keep om. Dat gaat niet. Ja, dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Voor te kijken hoe die zo raar is. Dan moeten we die straight edge een beetje draaien. Dat gaan we nu doen. Nu gaan we kijken deze vlakken. Die kunnen dus zo of zo zijn. Die moeten dus ook weer parallel zijn. Pakken we weer dit er vanaf. Ik heb dat nog niet eerder gemeten. Hè. Wat jullie zien, dat is nu wat ik nu ook zie. Dus hoe goed of hoe slecht dat het is. Ja. Dus.
Kijk, als je nou draait met die straight edge, dan zie je dat hij dus hier scharniert. Hij scharniert aan de binnenkant, dus ze zijn zo uitgesleten. Maar dat is niet veel. Zo, nou. Zo. Zo. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, want ik zie dat niet goed op de camera. Ik zet die dus hier op 0. Nou, dat is het. Je kan het niet meten. Nou, hier is het. Een onderste in dit stuk. Hier ligt hij lager dan daar. Dus dat is gunstig, want hier was het 0. Ik zal je dat van dichtbij laten zien. Nou, het kan zijn dat jullie dat niet helemaal goed zien. Maar als ik nou schuif, dan zit daar 1/100ste in. En dat is gunstig dat dat hier lager is, want dit is ook min 1/100ste. Dus dit is gewoon een hoog stuk hier, zo schuins. Dus, nou, ja, ik ben niet ontevreden. Nou, ik heb een stukje opgeschoven. Dat is ook mooi 0. Oh, dat is moeilijk uit de hand filmen. Zo. Nou, we gaan een stukje eroverheen. En die is ook 0. Nou, ik ben niet ontevreden. Dit stuk, daar doen we helemaal niks aan. Nou, wat wil ik er doen? Ik wil deze zwaluwstaart vergelijken met de zwaluwstaart aan de andere kant. Maar om dat te doen, moet ik een meetopstelling maken. Ja, ik heb daar lang over nagedacht. Hoe ga ik die meetopstelling maken? Ik weet dat dit nog vlak is. Dus ik kan van deze kant uit naar die kant meten, dat weet ik alleen niet. Ja, of die zo loopt. Ja, dat weet ik dan niet. Maar ja, we gaan maar eens kijken wat we ermee doen. En anders moet ik weer een andere meetopstelling maken. Ik moet even kijken of dat, hoe dat uitgesleten is. Ik weet het even niet. Ik
moet eigenlijk van een vast referentiepunt uit naar één kant kunnen gaan. Maar dat heb ik niet hieraan. Dus we gaan eerst eens meten hoe breed dat het, als die wel parallel is. Nou, en om dat te meten, dacht ik, doe hier een blok. Die doe ik hier zo onder op die schuining hier houden. En dan zet ik altijd goed met die straight edge. Dus we gaan die blok hieronder monteren hier. Draaien we die om. Maken we die blok schoon. Ik heb twee eindmaten gepakt van 10 mm. Die leg ik hier neer. En ik leg een eindmaat hier neer. En ik heb van die klemmen, die heb ik dus gekocht, mijn miskocht. En laat die nou precies hier overheen vallen, over die straight edge. Dus, die horen nou hierbij. Nou kan ik dus dit hier opleggen. En die blok vastmaken met die klemmen hier. We zullen die hier neerzetten. Even kijken als dat gaat. Oh, die zet ik denk ik hier neer. Ik denk één klem genoeg is. Denk ik. Zo, een beetje parallel. Zo. En nu zit die blok vast hier op die straight edge. Maar mijn doel was nou om dit dan om te draaien. En dan met die blok tegen die schuining aan te gaan. Wordt dat wat? Ja, dan moet ik kijken dadelijk met meten of dat wat wordt. We gaan het gewoon proberen. En dan gaan we hier ook een meetklok tegen de zwaluwstaart aanmonteren. Nou, we gaan eens kijken. Even kijken hoe ik daar aankom. Dat is nog niet zo makkelijk. Een meetopstelling maken. Maar we hebben meer meetapparatuur, dus dat lukt wel. Nou, we hebben zo'n pinnetje hierin gezet. Dat die anders ingespannen kan worden, het klokje. Zo. Ik denk dat we hier nog even een gewicht op leggen. Zo. Dan gaan we eens kijken. Ja. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik moet het hele klokje gaan veranderen. Ik moet dit zo neerzetten. Nou, hou even de imbusbootjes eruit. Zo. Dan zien jullie ook het innerlijke van het klokje. In plaats van nou een kwartslag terug. Tenminste. Moet ik even denken. Nee. Zo. Tenminste, ja, zo moet je terug.
Nou, ik heb de setting gemaakt. We kunnen nu hem hier opzetten. Zo. Dan zullen we sneller. En dit is nul. We kunnen nul. We gaan het alleen nog maar plus aangeven. Ja. Dan schuiven we wat op. Dan meet ik 4 onderste. Even kijken. Daar moet ik even over nadenken, buiten de camera om, hoe dat zit. Nou meet ik 4 onderste in de min. 3-4 onderste in de min. We schuiven nog eens terug naar het punt waar we waren. Dan gaan we weer schuiven. Tot het die min aangeeft. 0. Je mag niks min aangeven. Dan geeft hij nog een onderste in de min. Dan geeft hij alleen maar plus. Dan geeft hij ook alleen maar plus. Nou, dan schuiven we nou op. Dan geeft hij alleen maar plus aan. Plus 3 onderste. Nul, nul, 3. Dan zeg ik min 3 onderste. En dan schuiven we op. Ja, ook mijn 3 onderste. Dan gaan we nu helemaal naar de voorkant. Misschien kunnen jullie het beter zien dadelijk met het klokje. Oh, ik kan niet verder naar voren. De. Jammer. Moeten we dadelijk nog een keer gewoon meten. Maar ik zie al min 1 onderste. Nou, er is een heel meten gebeuren. Ik ga dat ding eens omdraaien, want hier aan deze kant zit wat handwiel aan moet. Komt aan mijn blok hier. Dus we gaan eens even die gewichten eraf pakken hier. En dan ga ik dit er vanaf schuiven heel voorzichtig, eens kijken of dat lukt. Nee, dat lukt niet. Tenminste, ik weet hoe ver dat ik nog heb. Nee. Moet ik een nieuwe tijdopstelling maken aan de andere kant?
Nou, we hebben gemeten 0. Min 300ste, min 300ste, min 100ste. En dan gaan we naar de andere kant. Dus staan we aan deze kant was de 0. Dat is ook 0. Min 400ste, min 400ste, min 100ste. Dus het is precies hetzelfde uitgesleten aan beide zijden. Tenminste, ja, dat klopt natuurlijk niet. Want het kan natuurlijk zijn dat deze kant meer uitgesleten is dan de andere kant. Dus misschien is er ook 200ste uitgesleten en de andere kant ook 200ste. Maar ik ga even uitzoeken hoe ik dat kan gaan meten van één kant uit alleen naar deze kant. Nou, we hebben een voelomaat van 200ste. Want ik ben erachter gekomen dat het bijna niet te meten is. Maar we hebben die straight edge gemaakt. Dan leg ik die 200ste hier ertussen. En dan gaan we kijken of die vast zit. Ja, hij zit vast. Hij zit hier overal vast. Dus het is kleiner dan 200ste en ik kan er met de lamp erin kijken. Dus ik denk dat het 100ste is. We gaan naar de andere kant, gaan we dat ook controleren. Nou, pakken we weer de straight edge. En leggen we die er weer neer. Oké, die kan ik eruit trekken. Hier niet. Nou, hier eigenlijk ook niet. Maar hier wel. Ja. Dus dit is 200ste speling. Dat had ik wel gedacht. Dat had ik ook in het licht gezien. Nu zit hij vast. Hier zit hij ook nog vast. Nu kan ik hem eruit trekken. Nu kan ik hem ook nog eruit trekken. Nu kan ik hem ook nog eruit trekken. Hier niet meer. Dus het lijkt erop dat van hier een stuk, en ik teken dat ook even aan. Driehonderdste. Ja. Wat zeg ik? Driehonderdste. Tweehonderdste. Maar we gaan nu het velletje van een 300ste eruit pakken. Gaan we dat nog eens proberen. Nou, ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Want ik ga het voelomaatje controleren. Want ik had net ook dat het niet klopte. Dat is nou 0. Ja, dat is 300ste de voelomaat. Voelomaatje is 300ste. Dus we weten dat we nou de goede hadden. Want net had ik die van 200ste en die van 300ste op elkaar. En dat voel je niet. Dat zijn maar 200ste meer. Dus ja. We gaan weer terug. We gaan nou maar 300ste proberen. Of het ertussen past. Dan pakken we de straight edge weer. Dan gaan we hem hier ertussen houden. Ja, zit hem vast. Hier in de midden. Zit ook vast. En hier kan ik hem ertussen uittrekken. Even kijken of ik dat hier nog in kan doen. Maar hier kan ik hem ook nog ertussen uittrekken. Dan kom ik echt goed vlak. Ja, volgens mij net niet. Nee. Kan ik er niet tussen uittrekken. Dus 200ste aan die kant. En aan die kant is het kleiner dan 100ste, maar ik heb geen voelomaatjes die lager gaan dan 100ste. Dan 200ste bedoel ik. Dus dit is het dunste. 200ste is het dunste wat ik heb.
En dat is een setje gaat tot 1 mm. Dus handig om te hebben. Dan kan je dus ook heel simpel met als je iets hebt, kan je dat meten. Stel je hebt niet die stretch edge gemaakt, dan, dat wil ik jullie nog laten zien, dan kan je dat ook doen met een haarlineaal. Dan leg je de haarlineaal hier op het stuk neer. En dan kan je dat ook meten. Alleen, mijn haarlineaal die gaat niet van het uiteinde tot het uiteinde. Dus ik zit al in een gebied wat uitgesleten is, zit ik nou te meten. Dus ik denk dat die van 200ste misschien nou wel ertussen past. Dus dan moet je al een haarlineaal kopen die langer is dan, die ook 50 centimeter lang is in mijn geval. Zo heel voorzichtig alles dubbelklappen. Dit is 200ste. Eens kijken of die in dat gebied door tussen kan. Nee, eens kijken of ik hem daar al tussen doe. Nee. En hier ook niet. Nee. Dus dat is nog niet te controleren zo. Maar je kan dus zo controleren. En als je hem ondertussen uit kunt trekken, dan weet je dat dat bijvoorbeeld 200 of 300ste is, dat sleufje wat je onder je haarlineaal hebt. Nou, we hebben dus hier -100ste en daar 0. Misschien is hij daar ook 0, want je ziet hier de ingeschraapte vlak, zie je nog. Ga maar even vanuit dat het daar 0 is. Dan heb je hier 300ste. En dan loop je hier nog 200ste omlaag. Een beetje 400ste omlaag. Dus dat loopt hier een beetje rond. Dus hier is wat meer ingesleten. Hier wat minder. Hier een stuk. En dan gaan we naar deze kant. En dan zien we die 400ste, 0, 400ste, 400ste, 0. Nou, als we dan gaan kijken naar deze meting. Wat we net gedaan hebben, dat van daar tot daar. En dan met die voelermaat kwam ik aan 200ste uit. En daar kwam ik aan daar kreeg ik geen 200ste ertussen, dus 100ste, dat is ongeveer 300ste dus. Dus dat zou vrij aardig kunnen kloppen met die -400ste. En hier die -300ste, want dit heb ik gewoon gemeten van dit vlak naar dit vlak. En die 100ste heb ik gemeten van daar tot daar. Ik weet niet of mensen het snappen. Maar in ieder geval, dit is eigenlijk mijn referentievlak. En hier in de midden is het dan 100ste kleiner. Dus ik meet van deze kant uit naar die kant. En dan is het in deze kant 300ste ingesleten. Dus, ja, moet ik daar wat aan gaan doen? Ik denk dat ik er helemaal niks aan ga doen. Die 300ste, ja. Ik ga daar nog eens wat mee experimenteren. Maar ik weet niet of ik daar wat mee moet doen. En anders moet ik hier wat afhalen. En daar wat afhalen. En aan de andere kant ook. En daar ook. Maar ja, is het dan nog parallel? Is het dan nog haaks ten opzichte van de machine? Ik denk dat ik er niks aan moet doen. Dus dit vlak, daar blijf ik vanaf. Ik moet alleen nog kijken. Dit vlak hier. Hoe dat is. Maar ja, dan moet ik ook nog gaan meten. Moet ik eens schoonmaken, meten. Daar heb ik zelf in een video meer groeven in, de groeven dieper in gemaakt en beter in gemaakt. En volgens mij heb ik ook nog groeven bijgemaakt. Volgens mij waren die er niet. Maar dat weet ik niet meer. Ja. En hier zitten oliegroeven in. Nou, jullie kunnen dat bijna niet zien. En het zit aan de andere kant niet, want er zit een spie. Zit erin. Met ook een zwaluwstaart dingetje. Maar ja, dit ga ik off camera doen, maar jullie snappen wel dat dat heel veel werk is. Dus ik wil nog eens van dit vlak uit naar dit vlak gaan meten, eens kijken hoe dat gaat. En dat is niet zo moeilijk. De haakzijd, en dat misschien dat ik jullie dat nog laat zien. En dan stopt deze video. Nou, het is een hele constructie geworden. Hier is -100ste en hier is +100ste. Dus ik heb hier... 1 mm +100ste gedaan en hier heb ik gewoon 0. Dus dit zou dan nu
gecompenseerd zijn door die eindmaten. Nou, dus dit zou dan eigenlijk vlak moeten zijn ten opzichte van dit punt. Van dat punt. Nou, ik heb een raamwaterpas. En die zet ik hier op. En dan kan ik dit vlak ten opzichte van dit vlak controleren of dat haaks is. Alleen optisch kan je niet meten met een meetapparaat, want als dit niet goed staat, ja, kan je gewoon niet meten. Is gewoon niet te doen. Nou, ik hoop dat het gaat. Ik ben ook wel wat aan het experimenteren. Om de haakzijde te kunnen meten. Dat is nog niet zo makkelijk. Dus. Zo. Ah, dan heb ik nog maar een klein vlakje. Tja. Nou, ik kan er niet tussendoor kijken op dat korte stuk van 10 centimeter. Dus, we moeten het er maar op geloven. Eigenlijk moet dit wat omlaag. Maar ja, ik kreeg dat niet natuurlijk vastgehouden. Dus ik heb daar een blok op moeten maken. Ja, een beetje moeilijk. Maar, ik ga er gewoon vanuit dat het goed is. Ik zou nog van hieruit kunnen meten naar dit vlak weer. Maar ja, dat is allemaal zoiets. Als dit niet helemaal vlak staat, dan klopt die hele meting niet. Ja, het is een heel gemeten, een heel puzzel. Je hebt heel veel meer apparatuur nodig voor iets te kunnen meten. Maar zonder deze straight edge had ik dat allemaal niet kunnen meten. Je moet dus iets hebben waar je vanuit kan gaan. Misschien heb ik iets fout gemeten, dat weet ik niet. Maar ik ga jullie vertellen, na deze video ga ik dat nog eens helemaal opnieuw meten, want ik wil dat 100% weten hoe dat hier zit. Maar het is gewoon te ingewikkeld om dat te filmen en uit te leggen en te doen, maar dan snap je een beetje met wat voor probleem dat ik zit. Dus, en dat als je zo'n machine gaat opknappen, dat je, dan zijn dat de problemen die je tegenkomt. Niet dat de verf erop moet of een lager vervangen of alles. Dit zijn de problemen. Daar krijg je mee te maken. Dus als je een machine koopt, koop dan niet zo'n machine zoals ik gekocht heb. Kijk naar de machinevlakken of het schraapgedeelte. Dus, of dit soort patroon, zal ik maar even zeggen. Door nog opzet, is dat er van afgesleten hier en alleen zoals op die machine hier. Alleen nog daar zit en daar zit. En weet je dat dat er van afgesleten is. Dat die versleten is eigenlijk. Dus, maar ja. Deze machine, ja, een hoogte valt me reuze mee, 200ste. Dus die machine die kan 20 centimeter maar verplaatsen. Dus dit zijn ongeveer 20 centimeter. Dus die verplaatst elke keer een stuk maar. Dus die raakt nooit het hele vlak. Ik zal maar zeggen, als je het zo doet, en het schuif, of zo erop, op het bed schuif. Het is altijd een vlak wat dan maar dit bed raakt, dat overlapt elkaar. Dus die
Dat, die 200ste, dat zijn niet, dat zijn wel 200ste over het geheel. Maar ik denk, als je iets gaat frezen. Ja, ik heb een heel nauwkeurig meetapparatuur, maar ik denk dat je het niet kan meten. Dus ik denk ook dat we het daarom zo laten. Het enige probleem wat kan zijn, als het niet in de hoogte dat vlak, maar die twee zwaluwstaarten. Als die bij elkaar komen en uit elkaar gaan, dan kan die vastlopen, die machine. Nou, ik ga nou niet zoveel werk doen. Ik ga die gewoon in elkaar zetten. Mocht die vastlopen, ja, dan haal ik hem weer uit elkaar. Dan ga ik die gedeeltes waar die vastloopt, dat staat nog op video, dat kan ik zien, ga ik inschrapen, zodat het beter wordt. Dus, maar dan weet ik ook meer en dan is dat wat simpeler om dat dan te doen. Dan nu ik eigenlijk helemaal niks van de machine weet. Ik ben stom geweest, ik had eerst moeten meten aan de machine, hoe goed het die was. En toen uit elkaar moeten halen. Dat heb ik niet gedaan, jullie hebben de video gezien, de allereerste. Ik vrees er een klein aluminium blokje mee vlak. En dan ga ik hem direct uit elkaar halen. Dat zou ik dus nu nooit meer doen. Ja, dit was dan ook het einde van de video. Vergeet ook niet het belletje aan te klikken en het duimpje omhoog te doen. Het belletje is voor te abonneren. En duimpje omhoog, daar heb je mijn kanaal ook heel erg mee. Ja, en vinden jullie dit soort dingen meer leuk, dan blijf kijken. Er zal nog wel meer komen. Maar dit gedeelte, op één dingetje na, is klaar. Dus, nou, vergeet niet te abonneren en het belletje aan te klikken. En dan zeg ik weer zoals ik altijd zeg, tot de volgende. Dag.